Hebben wij niet een hele vrolijke kraam? Tuurlijk, ik sta erachter. Kijk. Altijd vrolijk. Precies. En voor 50% korting. Nou, joh. Normaal. Het is zondag en het is vandaag meimarkt. En ik sta ook met mijn kraampje bij mijn winkel. Het is nu al super gezellig. We moeten eigenlijk nog beginnen. Ik heb ze net allemaal vlaggen opgehangen. Ja, inderdaad. Deze vlaggen. Kijk eens wat een gezelligheid al hier. We zijn hier bezig met het inrichten van hun kraampjes. Dit staat al helemaal. Hier en daar staan de kraampjes leeg, maar die worden nog gevuld, denk ik. Oh, hier, kijk eens even. Er staat even een leuk terrasje buiten. Nou, het wordt een prachtige dag. Wij hebben onze kraam ook buiten opgezet. Dus nou ja, het wordt een hele mooie dag. Een klein doodje rekken. Ja, doe ik wel. Ik help u even. Helemaal goed. Nou, snel naar onze kraam. Oh. Mijn man staat al op de uitkijk. Hebben wij niet een hele vrolijke kraam? Tuurlijk, ik sta erachter. Kijk. Altijd vrolijk. Precies. En voor 50% korting. Nou, joh. Ik doe alles voor 50% korting. Oeh, maakt me gek. Dat wordt pannenkoeken eten vandaag. Maar altijd gezellig. Heb je plakband genoeg? Hè? Je hebt plakband genoeg? Het gaat wel waaien, dus Ja, het gaat wel lang. Oh. Wat een gezelligheid. De boutique. Wow. Het ziet er ook heel gezellig uit. Ziet er gezellig uit? Heel veel boeken. Goedemorgen. Zo, zeg. U pakt uit. Ja. Ziet er goed uit. Zo is het mooi. Prachtig. Goedemorgen. U bent er helemaal klaar voor. Zonder zorgen. En wij hebben prachtig weer. Dus nou, heerlijk, hè? Opruimen. Ja, precies. Even wat teksten uit schrijven. Alles voor de helft. Dat het een beetje duidelijker leesbaar is. Beginnen met een kopje koffie. Ja, tuurlijk. Even een kop koffie zetten van z'n tweeën. En dan kan de marktdag beginnen. Het is nog een beetje rustig. Maar goed, het is zondag. En dan begint het allemaal een beetje later natuurlijk. De meesten gaan lekker uitslapen. En het is misschien ook wel heel erg warm weer voor een dagje in de stad, maar ja. We zullen het wel zien vandaag. Want, op dit moment loopt het nou niet echt super vol. Staat hier op de markt. Deze dame staat hier op de markt. Met allerlei schilderspullen. En ik ben net gevraagd om een steen te gaan schilderen. Wat is het doen? Ja, nou, we kunnen vandaag stenen schilderen. En, voor kinderen en volwassenen. En het idee is dat je eigen gelukssteen maakt. Dus ja, je kan eigenlijk daar iets op schilderen wat voor jou een mooi symbool is. En dat kun je daarna meenemen, bijdragen, zodat je dat kracht en geluk geeft. Nou, dat klinkt heel, heel positief. Ja. Ik ben hier natuurlijk vanuit Mentalize. En Mentalize geeft begeleiding aan ouders op hun manier. En dat doen we door trainingen, begeleiding, maar ook door intuïtieve sessies. Dus dan kunnen ouders ontdekken waar hun kracht ligt. Okay. En hoe ze die weer kunnen gebruiken als het even wat minder gaat. Hmm. Dat doe ik met behulp van kleur en visualisatie. Dus, nou, dat klinkt wel heel leuk. En ik ben te vinden op mentalize.nl. Mentalize.nl. Ja. Uiteindelijk geworden. Ja. Creatief bezig ben geweest vandaag. Ja.
was nu rond een uur of half vijf. Het begint een beetje te betrekken buiten. Het schijnt zelfs dat het binnen nu en een kwartier half uur, zo'n beetje, code oranje wordt afgegeven. Dus dat betekent dat we in één keer een noodweer gaan krijgen. Het is altijd maar afwachten of het daadwerkelijk zo is. Maar de meeste kraampjes zijn nu langzaam aan het opgaan. Zo heeft de Pancake Saloon al draden gespannen om te voorkomen dat de tent wegwaait. Of er overlegd, gaan we wel of gaan we niet opruimen? Ja, lastig, lastig. Ik weet het allemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nou ja, gelukkig hebben wij daar geen last van. We kunnen alle spullen snel binnenzetten en dan zijn we droog. Dus, ach ja, we gaan het zien. Het is op dit moment wel bewolkt. Het ziet er een beetje raar onweerachtig uit. Is het een goed woord, onweerachtig? Nou ja, het dreigt wel. Het dreigt wel. Ik heb nog geen gerommel gehoord in de lucht, maar ja. De meesten hebben goede hoop dat het allemaal best wel droog zal blijven vandaag. Het is voorbij, de markt is over. Iedereen is nu aan het opruimen. Wij hebben onze spullen inmiddels ook al in de winkel gezet. Het valt mee, er is nog geen druppelregen gevallen. Alle drama en alle spanning voor Code Oranje viel hartstikke mee. En we hebben het overleefd. Vanavond lekker met de beentjes op de bank. Daar heb ik wel zin in eigenlijk. En morgen gewoon weer aan het werk. Want ja, dan is het gewoon weer maandag. Had ik ook maar een vak moeten leren. Dus dat is gelijk het einde van deze vlog. Vond je het leuk? Deel het videootje met iedereen. En abonneer je op het videokanaal van mij. Dan wens ik je allemaal een hele fijne dag. En tot de volgende vlog.